ga nu spring het water in, dat is mijn duikpak. Ja, wat ik zeg, ik vind het heel rot en heel lastig en om je team in de steek te laten en ja, om niet te kunnen helpen of zo en niet te kunnen ondersteunen. Dus ja, ik vind niks belangrijk. Ik bedoel, ik vind het heel leuk bij de club en ik zou ook echt niet zonder de club willen. Maar ja, ik ken die meiden natuurlijk super lang en we werken al heel lang samen naar een bepaald doel. En ja, wat dat betreft, ja. Zou ik wel heel erg vinden als dit midden in de zomer of vlak voor een WK of vlak voor een Olympische Spelen was gebeurd. Ja. Welkom in Aachen, Jamie Morrison. The next step is getting onto that podium. And I guess the next step literally in towards getting towards the podium on 2020 is getting to Tokyo. We have to qualify this year and it's not an easy path. The FIVB made it a little bit more difficult than it probably should be. There's some imperfections with the qualification system, but it's going to be a challenge to get there. So it's making sure we put ourselves in a good place to do that. I think us staying healthy is important. I think we talked about it while we were in Japan, but you didn't see our full squad there. So trying to make sure that we have our full 17-person team, strengthen our strengths, and get ready to go battle.